哎，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，巴拉巴拉巴拉，不，ik ben een snelle tijger. Roar. Ik vind Temptation Island zelf echt een superleuk programma om te bekijken. Maar ik wist zelf niet zo snel waar echt 10 redenen waarom je het zou moeten kijken. Dus ik heb ook gevraagd aan vrienden en vriendinnen waarom je Temptation Island moet bekijken en waarom hun het leuk vinden om te bekijken. Dus er zitten niet alleen mijn redenen in, maar ook van vrienden en vriendinnen. Het is gewoon alvast zodat jullie weten. Ik heb heel veel notities gezet op mijn telefoon. Dus laten we al snel beginnen met de 10 redenen waarom je Temptation Island moet bekijken. De eerste reden is eigenlijk best wel vanzelfsprekend. Dat is gewoon puur spanning en sensatie. Het is gewoon zo fantastisch om te kijken. Bijvoorbeeld als je zo de kampvuren en zo, wanneer ze het beelden gaan zien van hun vriendjes of vriendinnetjes. Spanning en sensatie, het spat echt van het tv-scherm af. Ik zit zelf ook altijd helemaal zo. Wat weet je, wat is er aan de hand en zo. Dus ik vind zelf, en de meeste mensen die aan wie ik het heb gevraagd, zeiden ook van ja, gewoon eigenlijk pure spanning en sensatie. Omdat het is gewoon zo grappig en leuk om te zien alles. Dus de eerste redenen en ook wel de meest vanzelfsprekende is denk ik gewoon spanning en sensatie. By the way, nog even een disclaimer. Dit zijn mijn redenen en van vrienden en vriendinnen waarom je Temptation Island moet bekijken. Ik zeg hier niet mee dat je Temptation Island moet bekijken. En ik zeg ook hiermee dat iedereen zelf natuurlijk een eigen reden heeft, maar dit zijn gewoon mijn redenen. Dan nog een reden die ik heb. En dit is best wel een harde reden. Maar voor iedereen die aan het kijken is en die Temptation Island kijkt, weet gewoon dat het zo is. En weet ook gewoon waarom ze Temptation Island kijken. Iedere medemens vindt het gewoon super grappig. En hoe zielig het ook is. En hoe huilerig het ook is. En al die dingen. Het is gewoon leuk om te zien hoe een relatie kapot gaat. Ja, ik kan er niet meer van maken. Kijk, het klinkt heel hard en zo. En mensen gaan ook waarschijnlijk zo zeggen van nee hoor, ik vind dat helemaal niet leuk. Maar iedereen vindt dat leuk om te kijken. Dit is gewoon zo. Het is super zielig. En ik vind het ook altijd heel zielig voor die mensen en zo. Maar het is gewoon echt. Het is gewoon leuk om te bekijken. Het is gewoon leuk. Ik kan er niet meer van maken. Het is gewoon echt leuk om te zien hoe zoiets gaat. Kijk, ik wil niet zeggen dat, stel je voor, ik zou echt een hele goede relatie hebben en zo. En weet je, ik zou echt al heel lang een relatie hebben met iemand. En ik zou dan meedoen aan het programma. Wat ik, by the way, nooit zou doen, denk ik. Maar je weet ook gewoon dat je relatie kapot gaat als je mee gaat doen aan Temptation Island. Ik bedoel, als je je vriendje of vriendinnetje 2 weken verder opstuurt dan jij zelf zit, omringd met allemaal goede en mooie verleidsters. Tuurlijk gaat dat mis, weet je. Of ja, er zijn ook koppels die het volhouden, maar 9 van de 10 koppels niet. Dus je kan ook wel verwachten, er is minstens altijd wel 1 koppel in het seizoen die gewoon het niet volhoudt. En dat is gewoon leuk om te bekijken, hoe hard het ook klinkt. De derde reden waarom het super leuk is om te kijken naar Temptation Island zijn gewoon de type mensen. Type mensen? Gaat goed vandaag met Nederland. Maar de derde reden waarom gewoon super leuk is om naar Temptation Island te kijken is gewoon de type mensen die eraan meedoen. Kijk, ik zeg niet dat er een bepaald type is wat eraan meedoet. Oké, laat maar, dat zeg ik wel. Kijk, het is niet dat ieder persoon die eraan meedoet een bepaald type is. Maar ik zeg wel dat het bepaalde mensen zijn die eraan meedoen. En dat is gewoon leuk om naar te kijken. Ja, dat is gewoon leuk om te zien. Bad boy, Brody. Loco, loco. Mensen, even eerlijk, het is gewoon. Er zijn altijd wel gewoon een bepaalde type mensen die eraan meedoen. En dat is gewoon leuk om naar te kijken, weet je. Het zijn gewoon, is gewoon leuk. Is gewoon leuk. Maar de drama en de ruzies en de discussies. Dat is gewoon super leuk om te zien. Als jij, weet je, hebt zo'n rustige. Ik vind donderdag, woensdag, vrijdagavond. Zit tv te kijken.
En dan zit je zo met je drinken. En je ziet gewoon mensen op tv ruzie maken. Dat is gewoon fucking... Dit is gewoon super leuk en grappig om naar te kijken. Want dan meestal zijn, maken ze ook gewoon ruzie echt om saus. Gewoon echt om saus. Weet je, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon echt fantastisch om te zien. Dat ik, kan er niet van meer maken, jongens. Het is gewoon leuk. Het is gewoon zo leuk om te kijken naar hoe mensen ruzie maken. Dat is gewoon eerlijk. Bijvoorbeeld mijn sketchvideo's die ik met mijn zussen maak of zo. En je ziet dan dat we discussie maken of zo. Dat vinden mensen ook leuk om te bekijken. Dus al helemaal als het zo next level discussie of ruzie is. Dat is gewoon echt... Dat is gewoon leuk om te zien. Reden 5. Waarom is het leuk om Temptation Island te kijken? De knappe mensen. Dat doen gewoon oprecht knappe mensen aan mee. Dan is het gewoon leuk, weet je. Als ik meedoe aan Temptation Island en... Oh, wacht. En ik ben zo chick en ik ga ook helemaal zo staan. Zo, weet je wel. Ik ga helemaal zo... Dat is toch leuk om dat te kijken. En al helemaal, weet je, als er knappe jongens aan meedoen. Oh... echt leuk om naar te kijken. Ik vind dat gewoon tenminste heel leuk. En weet je, de jongens? Weet je, jongens die naar Temptation Island kijken, die lopen waarschijnlijk ook met een boner in hun broek, omdat ze het leuk vinden dat dit meisje dan helemaal zo... Weet je, dat is dan helemaal zo in beeld zitten. Weet je, dat vinden jongens ook gewoon leuk om naar te kijken. En meisjes vinden het ook leuk als jongens zo uit het water komen en dan zo met een sixpack zo... Weet je, dat is gewoon leuk om naar te kijken. Dat kan je niet meer... Even, het is toch gewoon leuk om naar mensen te kijken. En dan helemaal als ze helemaal zo... Weet je, het is gewoon echt leuk om naar te kijken. En dan helemaal als ze half naakt staan. Weet je, ik vind het echt niet erg om naar de torso van een man te kijken. Weet je, dat vind ik niet erg. En ik denk dat de andere medemensen het ook echt niet erg vinden om naar een mooie vrouw of man te kijken. Dus dat is gewoon leuk. Nummer 6. Nog een reden waarom je Temptation Island moet kijken. Is gewoon puur dat als jij er naar kijkt, hoef je er niet naar mee te doen. Weet je. Kijk, als ik naar Temptation Island kijk, dan hoef ik er niet zelf aan mee te doen. Weet je, dan kan ik andere mensen zien hoe ze eraan meedoen. Weet je, dan hoef ik het niet zelf te doen. Dat is eigenlijk gewoon een hele korte reden. Maar dat is wel gewoon een reden waarom ik het bekijk. Weet je, dan hoef ik er zelf niet aan mee te doen. Ik zie wel hoe andere mensen het doen, maar ik doe het zelf niet. Puur, de Temptation Island is 9 van de 10 keer wel echt gewoon de hit van het jaar. Iedereen kijkt ernaar. Tenminste, bijna iedereen kijkt ernaar. Dus, en dan gaan mensen er natuurlijk ook over praten en zo. En als jij dan niet kan meepraten, dat is toch gewoon stom. Dan weet je toch gewoon kunnen meepraten van... Ja, die chick, ja, die vind ik... Oh ja, oh en dat koppel, ja, dat houdt het sowieso niet vol, weet je. Dat is gewoon leuk om over te praten. Dus als iedereen van je vriendengroep Temptation Island kijkt en jij kijkt het niet... en ze gaan erover praten, dan zit je daar zo van... Ja, ja, precies. Weet je, dat is gewoon stom. De volgende heeft mijn beste vriendinnetje gezegd. Want ik vroeg zo... Hey, yo. Waarom moet je Temptation Island kijken? Het eerste wat ze zei was... Haha, wat is dit voor een vraag? Maar ze zei... de redenen waarom ik het leuk vind om naar Temptation Island te kijken is... om te zien hoe je juist wel of niet moet omgaan met een video. Hoe je juist wel of niet moet omgaan met een relatie. Want sommige relaties houden het oprecht gewoon vol, weet je, die 2 weken. En dat is heel goed en zo. Maar andere gaan gewoon echt totaal de mist in. En zij zegt dat is gewoon ten eerste leuk om naar te kijken, want het is gewoon echt pure entertainment. En ten tweede, als het nou eens een koppel is die het echt goed volhoudt, kan je daar misschien ook... hoe noem je dat? Kan je daar misschien ook dingetjes uithalen van, oh, als ik een vriendje heb, dan doe ik het ook zo. Nog een hele leuke reden om naar Temptation Island te kijken, is gewoon... Hou nou eens je mond, jongen! Is gewoon puur om te bekijken hoe die feesten daar gaan. Want 9 van de 10 mensen zijn gewoon dronken. En dan gaan ze stomme dingen doen. En dan gaan ze zo half tegen elkaar aanrijden. En dan gaan ze zo twerken en zo. En het is gewoon echt leuk om te kijken hoe mensen gewoon helemaal fucked up gaan door drank.
En feestjes en dat soort dingen. Dat is gewoon echt heel leuk om naar te kijken. En het is ook gewoon leuk om te kijken hoe mensen aan het dansen zijn en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon leuk om naar te kijken. Dan de laatste reden. En deze heb ik ook gevraagd aan een vriendinnetje van mij. Zij zegt gewoon puur omdat het zo onrealistisch is. Dit soort dingen gebeuren niet in het dagelijks leven. Of tenminste, deze zie je niet gewoon in het dagelijks leven. Weet je, op de fiets, weet je, dan zie je niet in één keer dat of zo, weet je. Dus dat, ja, dat is gewoon super leuk om naar te kijken. Gewoon omdat het in het dagelijks leven niet zo snel gebeurt. En je ziet dat soort dingen niet zo snel in het dagelijks leven. En daarom puur juist omdat het zo ook wel een beetje onrealistisch is, is het gewoon leuk om naar te kijken. Het is echt koud, gek. Wow. Nee, maar daarom is het gewoon super leuk om naar te kijken. Gewoon omdat als ik over het dagelijks leven gewoon op school zit of zo, dan zie je niet in één keer dat soort dingen. Dus dan is het gewoon leuk om daar naar te kijken, zodat je dan weer, weet je, dan heb je ook weer een beetje contrast tussen die twee dingen. En dan is het gewoon super gezellig en leuk. Konden jullie nou een van deze dingen herkennen waarom die Temptation Island moet bekijken? Of heb je misschien wel een beetje inspiratie gekregen om naar Temptation Island te gaan kijken? Doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat even weten in de reacties wat jouw goede reden is waarom je Temptation Island moet bekijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer tot de volgende keer. Heel veel kusjes van mij en ik zie jullie weer tot volgende week. Bye, veel kusjes. Doei doei!